Vandaag is weer tijd voor een update van hoe het met mij gaat en hoe het met Niels gaat. Vooral hoe het met Niels gaat, zoals altijd. En ik ga je weer gewoon een beetje wat dingetjes vertellen, want we zijn weer naar het consultatiebureau geweest. En Niels ontwikkelt zich natuurlijk als een speer, dus ik neem je weer mee. Ik begin even met iets wat ik in mijn hand heb en dat is dit dingetje. Dit vond ik zo leuk, dit zag ik bij de Vibra. Je had hem ook met huisjes en ik was heel erg in twijfel. Ik had Sven al een foto gestuurd en er stond een vrouw naast me in de winkel en die had precies hetzelfde. Welke zou leuker, die met die huisjes of die olifantjes? Nou, ze zijn allebei heel leuk, maar ik heb dus die voor die met de olifantjes gekozen. 3 olifantjes in een stolp en het zit gewoon helemaal aan elkaar, zeg maar. Dat durf ik niet helemaal 1000% zeker, maar volgens mij is het eraan vastgelijmd. En die heb ik nu op de kinderkamer staan en dat vind ik heel leuk. En ook deze, dit egeltje, is gewoon van hout en dan zeg maar een beetje geschilderd. En ik vond hem gewoon heel gezellig. En ze hadden ook allemaal andere beestjes. Maar ik vond het egeltje wel mooi. Want het is een beetje dat grijs minty kleurtje. En dat past natuurlijk precies in Niels' interieur. Dus deze twee vond ik heel leuk. Hoe het bij het consultatiebureau ging. Ik heb me echt rot gezocht naar het blauwe boekje. Maar ik vrees dat dat nog in de luiertas zit. En Niels is uit logeren. Dus ik denk dat hij daarin zit. Maar goed, ik weet nog wel ongeveer uit mijn hoofd. Hij was ongeveer 11 kilo en ongeveer 80 centimeter. Gaat gewoon heel netjes op zijn lijn. Zit helemaal goed. Netjes boven de middenlijn. Bijna plus 1. Het is, hij gaat soms er net iets onder, soms net iets boven. Het gaat eigenlijk heel goed. Hij moest gaan zitten, zoals altijd, gewoon op de tafel. En er zit dan zo'n kleedje op, zeg maar. En ze gaf wat blokjes. En hij begon meteen die blokjes aan haar te geven. En weer terug aan te pakken en dat soort dingen. En ze zei, al voordat hij de opdracht wist, was hij het al goed aan het doen. Dus dat was heel fijn. Hij moest dus blijkbaar blokjes aanpakken en weer teruggeven en dat soort dingen. Nou, dat ging helemaal goed. Of andersom geven en dan weer terug aanpakken. Was aan het kletsen. Er stond een soort telefoontje. Dan was hij altijd mee aan het doen of hij aan het bellen was en zo. Dus ging hartstikke goed. Ze zei, ook met lopen. Ze vond hem heel mooi staan. Ja, dat zegt natuurlijk nog niet zo heel veel. We moeten sowieso terug naar. En ik kom steeds niet op de naam. Ik zit de hele tijd met podoloog in mijn hoofd, maar dat is het niet. Maar degene waar we zijn geweest voor het spreidbroekje. Omdat hij natuurlijk heupdysplasie had. En ik kom gewoon even niet op het woord. Maar daar kom ik echt al weken niet. En iedere keer denk ik, ik moet gewoon even weer opzoeken hoe het ook weer heet. Maar in ieder geval, de arts in het ziekenhuis die met dat soort dingen te maken heeft. Daar moeten we sowieso weer heen. Dat was ook de afspraak van als hij loopt, dan moet je terugkomen. Dus ik ga een afspraak maken. Dan gaan we even kijken hoe het gaat. Maar dat heeft ook geen haast. Hij zei gewoon, als hij loopt, kom maar terug. En het is niet zo van de dag dat hij loopt dat je dat meteen moet doen. Maar dat is dus de ontwikkeling. Hij loopt. En flink ook. En het is echt heel leuk om te zien. Hij was natuurlijk al. Hij stond al met 8 maanden. Dus wij dachten, die gaat als een speer en die gaat ook meteen lopen. Maar hij heeft heel lang achter karretjes gelopen, langs tafels. Maar eigenlijk los vond hij heel spannend. En ook aan onze hand vond hij het ook prima. Maar gewoon zodra het los was, was het gewoon. Nu ga ik op de grond zitten. En ineens van de ene tot de andere dag had hij blijkbaar het vertrouwen en ging hij het doen. En sindsdien is hij niet meer te stoppen. Dus dat is super leuk om te zien. En ja, daar wordt het ineens zo'n groot mensje ook van dat lopen en zo. Dan is het ineens echt baby af. Echt heel leuk om te zien. En wacht het dan zo achter je aan. En we hebben nu ook, en dat heeft hij dus ook mee. Ik heb van die leren stofjes gekocht. Gewoon super flexibel. Maar omdat je merkt dat hij bij het kinderdagverblijf, normaal deden we vaak of gewoon sokjes of blote voetjes. Maar vanwege de wind vond ze bij het kinderdagverblijf dat een beetje koud. En die zeiden ook van, zeker omdat hij nu loopt en zijn sokken dat uittrekt, is misschien toch van die leren stofjes handig. En wij zaten er al heel lang over te twijfelen, dus nu heb ik ze ook gewoon gekocht. Ik heb ze gekocht bij API Schoenen. Dat is online, gewoon AAP, maar dan IE erachteraan. Dan schoenen, geloof ik, of zo. Ik weet niet hoe de website precies heet, maar als je googelt op API Schoenen, dan vind je het vast. Hele leuke, ze zien er gewoon een beetje uit als sneakertjes. Met een beetje bruin suède en dan verder zijn ze wit met blauw, geloof ik. Nou, ze zijn heel leuk en simpel. Als ik een fotootje heb, zal ik het wel eventjes hier invoegen. Maar en daar stapt hij heerlijk op. Dus daar loopt hij eigenlijk nu continu op. En dan voor buiten natuurlijk zijn bovenschoentjes.
En ik denk dat als die te klein worden, nu zit ze nog prima, als die te klein worden, dan ga ik wel echt eventjes naar een schoenwinkel om zijn voeten te laten opmeten en goede schoentjes te kopen. Want dat is gewoon super belangrijk. En ja, je hebt brede voeten, smalle voeten, hoog wreef, lage wreef. En die bobo-schoentjes zijn voor nu prima, maar ik denk wel voor de volgende stap, zeg maar, omdat hij dan echt loopt, dan is het denk ik wel goed om ze echt even goed aan te laten meten. Dus dat gaan we doen. Maar goed, dat lopen ging dus hartstikke goed. Dus ze zei ook van, hij staat ook heel netjes. Maar ja, daar kan je niet aan zien of de heupdysplasie goed genezen is. Dus dat voor later. Verder zei ze gewoon, hij loopt voor zijn ontwikkeling eigenlijk wel een beetje gewoon door wat hij allemaal kon en deed. Ja, ik weet niet waar dat dan precies mee te maken heeft, maar in ieder geval loopt hij niet achter en dat is fijn. Hij doet het gewoon super goed. Hij is heel vrolijk. Ik merk echt zo'n enorm verschil. Ik bedoel, het is altijd een vrolijk kind geweest, maar hij heeft best wel vaak last gehad van, hij was best wel vaak ziek. Gek haar. Best wel vaak ziek, of tandjes, of andere ellendige dingen in het leven. Ik weet niet wat hij allemaal had. En nu is er echt een soort rust. Hij is, klopt even af, bijna niet meer ziek. Hij heeft geen last van tandjes. Ja, hij heeft er nu 6. Hij is er laatst weer 1 doorgekomen, toen hij gewoon een dag had hij er even last van. Maar veel erg mee. En hij is nu gewoon zo mega vrolijk. Dat zag je dus ook bij het consultatiebureau, dat het gewoon helemaal goed ging. Hij kreeg 2 prikken. Bij de eerste prik helde die niet eens. Bij de tweede prik zei ze, deze is ook wel heel naar. Want er komt ook echt koude vloeistof of zo. Dus dat merkte je ook wel. Maar ook 1 tel en toen was het weer klaar. Van de eerste heeft hij geen last gehad. Ik weet niet wat... De ene was in ieder geval de BMR. De bof, mazelen en de rode hond. En die ander, was dat nou... Hepatitis? Ik weet het niet meer. Die ene zei, ze kan die direct last van krijgen. En de ander kan een week duren. Dus die week is nog niet voorbij. Dus dat weet ik nog niet. Maar in ieder geval van die ander heeft hij gelukkig geen last gehad. Dat wat ik dus wil zeggen is, dat was dus het consultatiebureau en er komen meteen allerlei andere onderwerpen aan te pas, maar in ieder geval, hij is gewoon heel erg vrolijk en gezellig en grapjes maken en lachen en ja, het is echt, ik vind het zo'n leuke fase. Ik vind alle fases hebben wat hoor, maar ik ben gewoon blij dat een beetje dat gekwakkel voorbij is. Ik ben al voorbij. En dat hij gewoon helemaal, gewoon helemaal lekker in zijn vel zit. Dat zie je gewoon en het is gewoon echt heel leuk. En dan kom ik bij het kind afblijven en zegt die vrouw, ik wil hem houden. Heel lief. Het is gewoon echt een heerlijk, heerlijk mensje nu. En dat was hij al, maar het is nu zeg maar, is hij dat ook gewoon heel vaak. In plaats van dat je af en toe een glimp ziet en dat hij zich daarna weer ziek en ellendig voelt. Dus het is echt, echt heel leuk. Dat lopen gaat dus als een speer en vindt hij gewoon ook heel leuk om te doen. Hij vindt het ook nog steeds leuk om boekjes te lezen en te zitten en zo. Maar hij vindt lopen ook gewoon echt heel erg fantastisch nu. Hij zegt ja en hij zegt nee. Alleen ik geloof niet dat hij heel erg begrijpt wat hij er precies zelf mee bedoelt. Want hij kan ook echt zo ja en dat soort dingen. Maar hij vindt dit ook heel leuk. Maar hij zegt heel vaak, dan zeg je, gaat het goed Niels? Ja, weet je, dat soort dingen. Weet je, allemaal van die ja, ja. Maar ik heb niet het idee dat het een echte... Dat je zegt, wil je brood? Ja. En dan geef je brood dan weer niet. Oh, dat is ook wel interessant over wat hij eet. Hij eet namelijk echt mega veel. En ik moet daar even iets op gaan verzinnen. Want volgens mij, de hoeveelheid brood die hij nu naar binnen werkt, dat kan niet normaal zijn. Dus hij eet nu 's ochtends 3 boterhammen en 's middags 3 boterhammen. Eet wel vaak de korstjes niet op, moet ik zeggen. Maar dat heb ik ook al eerder gezegd, dat deed ik ook niet. En dat is bij mij ook allemaal goed gekomen. Ik vind korstjes nu heerlijk, dus ik geloof dat dat wel goed komt. Maar daar moeten we... Ik denk dat dat gewoon te veel brood is. Dus ik denk dat ik maar iets ga kijken of hij dan nog iets anders daarnaast gaat eten. Tips zijn altijd welkom, uiteraard. Dus dat is wel even. En daarnaast eet hij nog groenten en fruit. Drinkt hij melk. En weet je, dat soort dingen. Hij eet gewoon heel veel. Dat is op zich prima. Hij zit gewoon mooi in zijn lijn. Dus het is niet dat hij heel erg... hij heeft het blijkbaar ook nodig. Maar ik weet niet of 6 boterhammen nou goed is. Dat vraag ik me af. Hij krijgt ook 's avonds nog een hele grote fles voor het slapen gaan. 2,40. En dan drinkt hij ook met gemak leeg. En daar had ik het over met het consultatiebureau en zij zei van, ja, je kan beter de fles gaan afbouwen en dan een toetje gaan geven om wel natuurlijk aan het calcium te komen, maar ik vind dat heel gek. Ik moet nog even wennen aan het idee dat je een kind een toetje geeft, want ik zou niet zo goed weten waarom je dat iemand aan moet leren. Dus daar ben ik nog wel een beetje mee in dilemma, maar laat vooral ook weten wat jullie ervaringen zijn en geef jullie je kinderen een toetje en zo, ja, wat voor toetje.
Het gaat dan met name omdat het een vervanger is voor de fles, hè, dat er calcium in zit. Dus het zal in zo'n yoghurt of zo. Maar ja, ik ben daar heel benieuwd naar jullie ervaringen. Of dat jullie het doen met gewoon bekertjes melk bij. Ik geef wel een beetje melk bij het ontbijt. En dan zit hij dus aan die 300 milliliter. Het komt natuurlijk ook nog wel uit groente en zo. Daar zit ook calcium in. Maar ja, ik ben heel benieuwd hoe jullie dat doen. Nou, verder de luiertest hebben jullie natuurlijk allemaal, denk ik wel, gezien. Nou ja, allemaal weet ik niet. Maar jullie hebben vast, een aantal van jullie hebben vast de luiertest gezien. Waarin ik 4 verschillende merken luiers vergelijk. Kruidvat, Ethos, Lidl en Pampers. En dat zal je altijd net zien als je zo'n video hebt opgenomen. Dat het ineens er wel doorheen gaat lekken. Want het probleem was dat hij door zijn Pampers heen lekte. En dat ik op zoek was naar wat dan wel werkte. En de conclusie was, Kruidvat en Lidl werkte goed. Maar hij lekt daar nu ook continu doorheen. Nou, dat is ook niet waar. Hij lekte er doorheen bij maat 4. Toen heb ik een maat groter gekocht, maat 5. En dat gaat prima. Maar nou is hij afgelopen weekend en vannacht bij mijn schoonouders geweest. En alle nachten is hij daar drijfnat wakker geworden. Dus, en hier niet, zelfde luier. Dus ik weet ook niet. Ik weet het niet. Dus ik. Het blijft ingewikkeld. Dus alle tips zijn nog welkom. Ik kreeg ook al andere handige tips. Over de Albert Heijn, over bamboe. Dus dat kan ik allemaal nog gaan testen. Maar ik heb nu een enorme voorraad, dus ik ga nog even door. Overdag draagt hij gewoon alle soorten luiers. Alleen het gaat juist om die nacht om hem droog te houden. Dat is een beetje het heikele punt. Wat ik zei, thuis hebben wij dus nu, gaat het prima met luiermaat 5. Maar met van Kruidvat. Maar ja, bij mijn schoonouders ging het dus mis. Dus ik ga even kijken waar dat nou weer aan ligt. Lastig, lastig. Verder slaapt hij super goed. Hij slaapt gewoon in principe van 7 tot 7 om en nabij. Soms van 7:30 tot. Hij wordt eigenlijk nooit later dan 7 uur wakker, over het algemeen. Nou, zeg maar, ergens tussen 7 en 7:30 gaat hij naar bed. En hij wordt ergens tussen 6:30 en 7 wakker. Heel erg prima. Sven was jarig. En dan hebben ze een prachtige tekening gemaakt op het kinderdagverblijf. Nou, dit is toch kunst. Dus onze kleine Picasso. Super schattig. Dat had ik dus gevraagd van, joh, Sven is jarig. Kunnen jullie een knutselwerkje maken voor hem? Op het kinderdagverblijf. En dat is gelukkig gelukt. Hij vindt dat ook steeds leuker, heb ik het idee. Soms laat ik hem ook thuis gewoon tekenen. Vindt hij ook wel leuk. Nou, een tijdje zal ik weer klaar, hoor. Verder wat hij nu heel leuk vindt is, hij is gek op Nijntje de film en Nijntje filmpjes. Nou ja, dat krijgt hij hooguit 1 keer per dag te zien. Maar dat vindt hij wel hartstikke leuk. Nog steeds, dus boeken lezen. We halen gewoon veel boeken bij de bibliotheek. Hij vindt, we hebben bijvoorbeeld een zoekboek met allemaal plaatjes met van alles erop. Hij kan daar verder niks vinden, maar hij vindt het heel leuk om alles aan te wijzen. Hobby's. En hij vindt boekjes met flapjes heel leuk. Dus je een flapje open en klap en dat daar wat achter zit. Dat vindt hij echt allebei prachtig. Dat zijn eigenlijk een beetje zijn favoriete boekjes. Verder heeft hij. Ja, het is jammer, dat ik wil natuurlijk zo graag dingen laten zien, maar wil hem gewoon niet verder herkenbaar in beeld brengen. Dus het is altijd een beetje lastig, maar hij heeft een soort stuurtje met geluid. Dat hebben we een keer cadeau gekregen en dat doen we soms om zijn fietsstuurtje heen. En als hij dan heeft hij zo'n knopje en het is een sirene en een toeter en zo. Maar er is ook eentje en die maakt een soort muziekje, gewoon een dansmuziekje. En dan drukt hij die in en dan gaat hij dus dansen en staat hij zo in de kamer zo. En nou, dat is echt, het is priceless. Als je dat ziet, jongen, het is zo schattig. En dat vindt hij, en ik weet niet waar hij dit vandaan heeft, maar dat doet hij dan de hele tijd. Dan staat hij zo. Nou, het is echt too cute. En dus dat vindt hij heel leuk. Dansen en muziek. En dat zijn denk ik wel zijn favoriete dingen. Hij vindt het ook heel leuk om gewoon alles uit iets te halen en dan alles er weer in terug te stoppen. Dat laat ze niet altijd, maar de uithalen vindt hij altijd leuk. En het opvoeden is gewoon begonnen. Hè. Dat merk je in zoveel. Dat was al begonnen, maar dat merk je gewoon steeds meer. Met nee zeggen. Je wil eigenlijk geen nee zeggen. Dus je probeert het dan een beetje anders te zeggen. En uit te leggen waarom. Dat is gewoon echt nog wel een oefening. Ik wil heel graag, als hij kan praten, wil ik How to Talk to Kids gaan doen. Daar heb ik goede verhalen over gehoord. Dat gaat ook over hoe je met kinderen kunt praten. En gewoon hoe je ze opvoedt op een manier dat je geen politieagent bent. Dat lijkt me heerlijk. Soms luistert hij heel goed, soms luistert hij helemaal niet. Het is een beetje wisselend. Maar goed, we proberen consequent te blijven.
Ja, en soms gebeuren er ook dingen die je eigenlijk niet wil, maar die gewoon heel grappig zijn. Dus het is ook altijd een beetje zoeken. Dan denk ik, ja, vind ik het, zoals een collega bij mij altijd zegt, vind ik het de tweede keer nog steeds grappig. Dus daar probeer ik dan wel over na te denken. Maar het is natuurlijk lastig en hij begrijpt het gewoon nog allemaal niet. Maar hij begrijpt meer dan je denkt. Want dat is ook de manipulatieve fase is aangebroken. Een lastig ingewikkeld woord. Hij kan ook echt als een drama queen op de grond liggen schreeuwen. Dat je echt denkt, nou Niels, doe even normaal. Maar nee hoor, gewoon doen. En op een gegeven moment, ja, ik laat hem dan maar gewoon even uitrazen. En dan op een gegeven moment dan ga ik hem troosten. En dan zeg ik, nou hè. Dus ja, het is, ja, je... Oh, is het minstens? Waar is het minstens? Voel je staart? Ja. En hij is dus vorig weekend het hele weekend bij mijn schoonouders geweest. Het ging hartstikke goed. Ik merkte alleen dat hij zondagavond weer even last had om dan weer te wennen aan zijn eigen bedje. Maar daarna was het weer helemaal prima. En dat is ook, dan is hij gewoon een paar keer even wat onrustig. Maar dat is dan voordat wij naar bed gaan. Dus dat is ook niet zo erg. En het logeren gaat gewoon hartstikke goed. Vindt hij heel erg leuk. Ik moet wel zeggen, ik was dus vorig weekend zonder mijn mannen. Alleen maar met Mittens. Ja, doe mee. En dat was heerlijk. Het was echt heerlijk gewoon dat je gewoon 's ochtends kan opstaan en niks hoeft. Weet je, je hoort geen baby kletsen of huilen of doen. Je kan helemaal alles zelf bepalen. Vond ik echt heerlijk. Maar ik moet ook zeggen dat ik hem meer miste dan eerdere keren. Nou was het ook iets langer, maar ook omdat hij nu in zo'n heerlijke fase zit, dat hij hem gewoon eigenlijk heel graag bij wil hebben. Hij is dus nu bij mijn schoonouders en ik ga daar zo ook heen. En ja, daar heb ik ook gewoon heel veel zin in. En ik merk, met mijn ouders kunnen we goed skypen en met mijn schoonouders ook. Maar met mij, dat vindt hij gewoon niet leuk, want dan wil hij gewoon bij me zijn. Dat is echt heel schattig, maar dat werkt gewoon niet. Dus ik heb hem nu net wel even aan de telefoon gehad. En dan zegt hij dat, ja, gaat goed Niels, ja. Ik heb geen idee, ik denk niet dat hij het begrijpt, maar het is wel heel schattig. Dus ja, dat voor wat betreft Niels. En voor mij is er echt geen enkel nieuws onder de zon. Het gaat prima, ik doe nu vanwege die... rectusdiastase vanwege die buikspieren die uit elkaar staan, doe ik nu twee keer in de week een HIIT workout en eentje die, waar ik niet mijn buikspieren bij gebruik, wat natuurlijk heel belangrijk is. Ik moet wel weer even terug naar de bekkenbodemfysio, maar dan moet ik nog steeds een afspraak maken. Kom ik allemaal niet aan toe, nieuwe baan, druk. Maar dat is eigenlijk het enige en op zich gaat die HIIT workout goed. Het is gewoon 8 minuten kapot gaan voor gevorderden en dan ben je er weer vanaf. Wat op zich voor mij, als ik hou niet van sporten, wat voor mij op zich fijn is. En ik doe nog steeds wel Zumba. Alleen ik doe dat, ja, niet mijn knieën hoog. Ik doe de buikspieroefeningen niet mee. Dat soort dingen. Maar met mij gaat het eigenlijk gewoon helemaal prima. En ja, dat was het eigenlijk alweer. Oh, en ik ben gisteren nog bezig drankjes doen met de zwangerschapsclub. En we hadden bedacht dat we elkaar nu inmiddels al bijna 2 jaar kennen. Dus dat gaat echt heel snel. En ja, het is gewoon fijn om mensen te hebben die een kind hebben in dezelfde levensfase. En die tegen dezelfde dingen aanlopen. En ook, weet je, om filmpjes te delen die waarvan andere mensen denken, oh, dan komen ze weer. Ja, op deze app kan je dat gewoon doen. Dus dat is heel leuk. En het is gewoon heel gezellig om bij te kletsen. Nu was het zonder kinderen. Volgende keer is het weer met kinderen. We wisten dat altijd een beetje af. Maar het is gewoon, ja, dat is gewoon echt leuk dat we zo'n contact hebben gehouden. Dus dat was het weer voor vandaag. Ik hoop dat jullie het weer leuk vonden om te zien. Ik ben in ieder geval super blij dat jullie deze filmpjes leuk vinden. En als je het leuk vond, doe je duimpje omhoog. En vergeet je vooral ook niet even te abonneren op mijn kanaal. Dat zou ik fantastisch vinden. Blonde Beauty Fashion staat hier ook in de bol. En ja, ik wil jullie ontzettend bedanken voor het kijken. En ik zie jullie snel weer. Doeg!